Ah, mijn mic. Ik heb mijn stream deck anders ingedeeld. Opnieuw ingedeeld. En mijn muted mic knop was verwisseld met een andere. Maar een hele goede middag, jongens. Leuk dat jullie zijn. Felix van den Berg. Oude pikken, oude pijp. Ik heb je gemist. Hoe is het, jongen? Hartstikke top. We gaan vandaag verder met Team Ninjas. Rise of the Ronin. En ja, je weet het natuurlijk al. Ik ben echt hooked. Hooked aan deze game. En dat is dan ook de reden dat we deze lekker blijven spelen. Vanochtend ook nog offstream was dat. Ik speel af en toe ook nog wel eens videogames gewoon voor mezelf. Die hou ik gewoon lekker voor mezelf. Dragon's Dogma 2. Staat voor dit weekend trouwens ook. Gepland voor de stream. Maar Dragon's Dogma 2 was ik vanochtend heel even aan het spelen. Jezus, wat is dat een brute game zeg. Dragon's Dogma 2. Ik zit er echt helemaal in. Terwijl we hier even overschakelen naar Rise of the Ronin. Nou, maar er gaat niets boven katana's. Ja toch. Suikerteentje, what's up? Middag, wilde net vragen, wat vind je ervan? Maar hoor het al. Welk niveau speel je Rise? Gewoon normal. Er zit ook een easy mode in. Ik neem aan dat er ook een hard mode dan in zit. Maar ik speel hem gewoon normal. En ik vind het uitdagend. Maar goed. Op een leuke manier uitdagen. Niet frustrerend. Ligt altijd aan jezelf wanneer je doodgaat. Dus daar heb ik geen enkele moeite mee. Ben er weer, stiekem mijn werker. Blijft heerlijk, Rise of the Ronin. Vrijdag weer een marathon. Bakje noedels en gegaan. Ik ben Shogun ook aan het kijken. Dus het zit in een heel specifiek hoekje deze week. Hè. Boom. Yes. Countersparks zijn natuurlijk de belangrijke gameplay mechanics in deze game. En hier zijn we. Oh, en ik vergeet het fucking altijd natuurlijk. We zijn ook live op YouTube. En niet alleen dat. We zijn live op YouTube in 4K. Mocht je dat willen zien. Ik pin nu heel even de link in de chat. En mocht je me nog niet volgen of wat dan ook op YouTube. Abonneer dan even. Dat zou ik enorm waarderen, man. Even kijken, Kevin. Gezellig dat je er bent. Ik wil hem op Twilight niveau gespeeld. Ik ben echt helemaal Nioh fan. Ja, ik heb dus nog nooit echt Nioh gespeeld. Ik begin na deze. Ga ik het even online gooien van als ik een Team Ninja game wil spelen en die niet al te hardhandig met me omgaat. Welke moet ik dan beginnen? Je hebt de Nioh games natuurlijk. Al weet ik van die dat ze erg moeilijk zijn. Wolong. Is dat Team Ninja? Hoe dan ook. Ik zit erin en ik wil mee doorgaan. Misschien dat we Sekiro weer oppikken. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Kijk, gisteravond tickets naar Thailand geboekt. Lekker man. 3 weken toch? Een maand geen hoofd? Of een maand geen hoofd? Wat? Maand geen hoofd of een maand geen hoofd? Ik neem aan dat die tweede iets anders moet voorstellen. Wat vinden jullie trouwens van mijn Shinobi? Die kan zo meedoen met... Damn bro, het was een joke. Ik begrijp de joke dan niet. Ik kan hem uitleggen. Wat is dat pannenkoek? Nu echt definitief. Dus het worden booking.com dagen. Fucking nice. Ja, Mortal Kombat hè. Dat is precies de reden waarom ik voor deze Shinobi heb gekozen. We moeten een fugitive gaan vangen. Is dat hier? The broker. Defeat the fugitive. Yes. Let's do it. Elke game heeft een glider nodig, toch? Daar kunnen we het wel met z'n allen over eens zijn, toch? Maar toch, ik vind deze game wel wat hebben. Het is absoluut niet moeders mooiste qua grafische prowess, maar het heeft stijl. Wat ook fucking belangrijk is. Maar 35 to life, welkom. Twan Daddy, jij ook. Een hele goede middag. Kijk, lekker vanaf kantoor, man. Ik heb het idee dat veel mensen van kantoor kijken. Ja, weet je, ik zit tegenwoordig overdag thuis, jongens.
Dus ja, ik stream overdag. En ik snap dat het voor veel mensen niet goed uitkomt. Het spijt me alvast daarvoor. Maar mijn vriendin moet ook gewoon werken. Dus ja, we kunnen elkaar in de avond zien. En ja, dan is het helaas logischer voor mij om natuurlijk overdag te streamen. En 's avonds wat quality time met elkaar door te brengen. Dus dat is eigenlijk de reden. En we gaan absoluut nog wel in de avond streamen hoor. Dat hebben we voor maandag gedaan. Dat doen we morgen weer met de Xbox Retro Stream. Morgen staat er een Xbox Retro Stream op programma. En dan gaan we op originele hardware. De originele Xbox hardware. Gaan we met een OSCC capture device. Gaan we streamen. En ik heb echt een hele grote stapel aan Xbox games. Echt zin om die te gaan checken. Reizen jullie nu nog steeds naar elkaar toe? Ja! We hebben niet echt veel keuze. Vanavond om 8 uur pak ik de trein weer. Dat is kut. Dat hij de verkeerde weapon. Nee. Bam, dat zijn. Oh, dat was ook gelijk de fugitive. En vanavond om 8 uur pak ik weer het treintje. En dan morgen om 12 uur in de middag weer terug naar huis om in de avond de Xbox stream te kunnen doen. Want die moet ik ook nog voorbereiden. Goedemiddag Milo, gaat lekker man. Dat is met jou. Ah nee, dat was echt heel net. Oh my god. Oh my god, bijna dood. Dit probeer ik dus te voorkomen om naar beneden geflamd te worden. Hop. Nou, daar is hij. Love it. Report to the broker. Laten we eerst deze Veiled Edge erbij pakken. En we moeten hier een fotootje maken, zag ik al. Dus dat doen we ook. Ik bedoel, de open world stuff is zo fucking basic. Maar ik blijf maar alles gewoon doen, man. Kijk, skill points, karma points. We hebben het allemaal nodig. Daar doen we het voor. Kijk, en waarschijnlijk moeten we daar een foto van maken. Kan ik me voorstellen. Kijken, dan gaan we hier naartoe. Nou, misschien toch niet. Misschien moeten we... Ja, hier moeten we een foto van maken. Weird! Ik zou zeggen dat. Dat is toch een fucking mooie foto zo. Ah ja. Hoeveel pushes zijn er inmiddels geaaid? Gisteravond of in de game, Richard? Oké, deze hebben we. Dan, nu, naar de broker. Oh, dat is daar. Zo'n klein stukje. We hebben een glider. En ik moet trouwens even naar die uitvinder. Wat zou ik kiezen? Dit spel of Dragon's Dogma 2? Ik vind het wel heel moeilijk, man. Want Dragon's Dogma heeft iets rauws. Echt wat meer hardcore open world fantasy RPG ervaring. Dit volgt wat meer de Ubisoft lijn. En dan gecombineerd met Team Ninja Combat. Maar in het oude Japan. En dat oude Japan vind ik gewoon zo ontzettend bruut.
Dus ik denk deze, maar Dragon's Dogma is absoluut de betere game. Een hele goede middag, Rocky. Hoe is het, man? Ja, je kan fast travel hoor, maar... Weet je, ga gewoon lekker de wereld verkennen. Waarom niet? Maar, zeg maar, wat Dragon's Dogma mij een beetje aan doet denken... is de open wereld ervaring van een Breath of the Wild, van een Elden Ring. En dat vind ik er echt heel erg cool aan. Als je over beide wil vertellen, dan mag dat. Nou, laten we beginnen met gisteravond. Dat waren 30 pushes. En in de game... 5. Nee, in de game 30. Volgens mij sta ik nu op 30. Kunnen we hier omhoog? Ja, toch? Dat moet toch gewoon kunnen. Kijk, dit is fucking cool. Fucking cool. Ja, ik moet wel zeggen, ik speel Dragon's Dogma dan op PC. Verreweg merendeel, heb ik gewoon rond de 60 fps. Dat is fijn. Maar wanneer je in dat stadje komt, ja, dan is het gewoon echt 35, 40. Ja, dat zuigt. Maar, en de microtransactions heb ik nog geen last van gehad. Al moet ik wel zeggen dat ik de game pas 7 uurtjes heb gespeeld of zo. Dus nog niet zo heel erg veel. En ik had er ook een beetje met Steven over. De game. Ik zei, ik heb nu een paar uur gespeeld. Ik vind hem echt keihard. Hij zei, ga doorspelen, man. Ga doorspelen. Echt na verloop van tijd. Kijk, de eerste 4-5 uur vond ik ook keihard. Maar na echt wat uren erin te hebben gestoken, ik ben een lijp fan van. Steven's woorden. Maar laten we hier een katje aaien, want hier zit er eentje, zie ik. Kijk. Ik weet niet of we voorzichtig moeten zijn voor deze kat. Deze kunnen we gewoon benaderen. Maar de microtransactions echt nog geen één ding mee te maken gehad. Ja, dat is kut. Dat is super kut, want ik was out of stamina. Wat's up, Snookie? Hele goedemiddag. Denk je dat Vitesse nog bestaat volgend seizoen? Ik denk dat de kans heel groot is dat we failliet gaan. Die kans acht ik echt heel groot. Inmiddels. Dus ik hoop het. Zeg maar, onze grootste hoop is inmiddels dat we volgend seizoen in de KKV spelen. Nee, dood. Nee, er is hier geen geld in de regio voor Vitesse, man. Dat is er niet. Zijn er al wat patches geweest omtrent de graphics van deze game? Nee, volgens mij niet. En ik moet nu even mijn karma fucking shit terugvinden. Dat is hier ergens. Deze game maakt gebruik van karma. Ik denk, een beetje hetzelfde als wat de Souls... qua currency zijn in From Software Games. Ja, deze combat is ook heel cool. De combat is wel echt compleet anders dan wat je bij Dragon's Dogma meemaakt. Hoor. Echt, het contrast kan niet groter, zeg maar. Bezig met Baldur's Gate 3. Ga je die ook nog eens oppakken? Ja, zeker weten. Maar daar moet ik echt tijd voor maken. En geen idee wanneer dat nog is. Ik heb zo'n grote backlog en ik ben deze games nog allemaal aan het spelen. Ik vind het super cool.
Dus dat kan nog wel even duren. En ik had de game 7 uurtjes gespeeld. Hey, come on, man. What the fuck is this? Moeten die andere guy dus goed te grazen nemen. Hey, alien. Ik wou net zeggen, ik zag iets binnenkomen. Alien Boogaloo. Dankjewel, dankjewel voor je sub, man. Appreciate it. Maar ik leef mee met de sports van Vitesse. Ik heb het gevoel van onzekerheid, ja. Gisteren, en dat is typisch Arnhems. Gisteren waren ze alleen maar aan het zingen Wij gaan Europa in en liedjes over de KKD. Het cynisme is hoog. Is heel hoog in Arnhem. And damn! Maar dankjewel Alien Boogaloo. En gelijk hier erbij Geronimo 1911. Deze man maakt het iedere dag fucking waar. Met een donatie van €6,50. Een superchat. Dankjewel Geronimo. Je bent insane. Welke heeft je voorkeur? Ghost of Tsushima of deze? Deze. Absoluut deze. What's up, bro Jogan? Maar wil je meer een cinematische ervaring? Deze guy moet dus dood, hè? Want die heeft mijn... hij moet sowieso dood, maar deze moet echt dood voordat ik dood ga. Want hij heeft mijn karma. Oh my god, het duurde best wel lang. Oh my god! Huh? Oeh, daarom kon ik niet healen. One fucking tough enemy wel man. Oh shit shit, weer met stamina. Je moet echt goed op je stamina letten. Oh god, doe ik het weer niet. Er zulke harde combo's eruit. Let er helemaal niet meer op. Dit is kut, hè? Hij had nog 1 mm leven, dan denk ik even doorrammen. Ja, dan krijg je dit. Oeh, niet vergeten. Maar Ghost of Tsushima is echt veel cinematischer. Als je echt houdt van een cinematische PlayStation third party action adventure ervaring, ja, dan moet je absoluut voor Ghost of Tsushima gaan, man. Die shit is precies dat. Dit wat meer, ja, hardcore. Is het meer hardcore? Ja, het is zeker meer hardcore. Maar niet extreem veel meer of zo, hoor. Hoi! Wel een beetje eigen schuld van Vitesse. Jarenlang de schimmige constructies overeind gehouden. Boontje komt op zijn loontje. Ja, een beetje makkelijk. Vind ik een beetje makkelijk, Franco. Precies wat je zegt. Om overeind te blijven. Dus ja, had je dat niet gedaan, dan was je misschien in 2010 al omvergevallen. Ja. We hebben en daarvan hebben we echt mogen genieten. Want dat waren echt topjaren in het Gelderdome, man. Oh, wat waren dat de topjaren. Kampioen. Kunnen en eigenlijk moeten worden in 2013. De meest fantastische spelers gezien.
Mason Mount, Ødegaard, Wilfried Boni. Er zijn er zoveel. Nee, dat was een hele goede samenkomst van omstandigheden op dat moment. Waardoor Vitesse langer kon blijven bestaan en we echt een aantal topjaren hebben gehad. Alex Kroes is vrij om bij Vitesse alles op de rit te krijgen. Nou, als je het hebt over schimmigheid, laten we dat maar niet doen. We hebben nu een goede bij Vitesse. Alleen, hij moest wel eerlijk zijn. Hij zei vanochtend, de kans is heel groot dat we niet, dat we failliet kunnen gaan. Die kans bestaat zeker. Wat is je mening over de hele Ajax op van de afgelopen dagen? Ja, een beetje typisch het Ajax van de afgelopen jaren, hè? Ja, maar goed, dan heb je toch ook de boel belazerd. Wie zijn er belazerd? Wie hebben we benadeeld? Misschien mis ik volledig wat je bedoelt. Ik overleef het wel. Maar ineens is het meest negatieve scenario, KKD, is ineens het mooiste scenario geworden. Hopen dat we nog in de KKD mogen uitkomen. Want dat we gaan degraderen, dat lijkt me zo goed als zeker. Ik zat gisteren ook weer in het Gelredome en dat was niet om aan te zien. Yo, what's up, Bombastic? Ja, een beetje. Kijk, Vitesse gaat echt wel weer een doorstart maken ook. Ze gaan wel een doorstart maken. Maar, ik hoop vooral dat er een goede visie wordt neergezet, goed beleid. Wat, als je ziet wat er de afgelopen jaren vooral is gebeurd, dan. Verkeerde poppetjes op de verkeerde plekken. Elke andere club die niet via allerlei rare schimmige constructies geen geldinjectie kregen. Het is gewoon een eigenaar. En we kunnen nu wel heel erg Russisch erop gaan plakken. Omdat dat natuurlijk een hot word is. Gezien de oorlog in Oekraïne, maar een beetje bullshit, Franco. Is niet anders als de eigenaar in de Premier League. Ja, in de zesde klasse beginnen. Prima. Dan kunnen we ook eindelijk weg uit Gelredome. Doorstart onder andere naam? Nee, dat zou gewoon verkeerd zijn. Jij beschikbaar voor de post van Kroes? Ja hoor. Ik heb nu alle tijd van de wereld, dus ze mogen me bellen. Nou, we gaan de constable gaan opslaan. Wat's up, Sarees? Hele goede middag, kerel. Alles lekker. Wel even iets doen, jongens. Cool. Ja, kijk. Even kijken, wat is jouw club nou? Ik zie je ook wel eens in het shirt van Ajax zitten. Vitesse en Ajax. Ik kom uit Arnhem. Geboren en getogen in Arnhem. Ik heb dit verhaal heel vaak verteld, dus er zullen genoeg mensen hier in de stream zijn die zeggen, daar gaat hij weer met dit verhaal. Maar mijn opa was diehard Vitesse. Echt diehard Vitesse. Gewoon werd wakker, leefde ermee en ging slapen met Vitesse. En op een gegeven moment dacht hij zoiets van, ik dacht, dat was denk ik 6 jaar, 6, 7, zoiets. En hij had zoiets van, ik ga mijn kleinzoon. Het is tijd. Ik ga mijn kleinzoon meenemen naar Vitesse. En dat deed hij dan ook. Hij nam me mee naar Vitesse. In Nieuw-Monnikhuizen. Geweldig stadion. ik raak nog steeds die verse geur van gehaktbal en pis. En lauwe pis. Maar Nieuw-Monnikhuizen. Daar nam hij mij mee. En daar speelde Vitesse thuis tegen Ajax. En het Ajax met Patrick Kluivert, Seedorf, Edgar Davids, Louis van Gaal. Noem het allemaal maar op. Echt helden. En ik weet nog dat ik ging in de hekken bij Vitesse en ik zag de jongens van Ajax warming up doen. En ze deden trucjes en van alles en nog wat. En ik was al gelijk in, wauw, what the fuck is dit? En
En toen was de wedstrijd. En toen maakte Ajax Vitesse hard in. En toen was ik iets van, ik ben voor Ajax. En toen ben ik eigenlijk altijd voor Ajax geweest. Maar ja, dan word je wat ouder en dan heb je ook zoiets van, support je local. Ik kom uit Arnhem. Dus dan ben ik ook een Vitesse-naar geworden. En ja, het zijn niet altijd makkelijke jaren geweest. Maar het is een mooie club, man. Het is een mooie club. Het verveelt nooit. Laten we het daarop houden. Hey, die Kaien die heeft gewoon zijn ultra-wide monitor nog niet binnengekregen. Insane, man. Sinds gistermiddag flink verkouden. Dus vandaag thuis aan het werken in plaats van op kantoor. Ja, het zullen de temperaturen wel zijn. Ik hoorde dit weekend 20 graden. Echt insane. Kijk, een pannenkoek die zit in volledig in Final Fantasy. Geen Halo morgen dus. Wat mij betreft kunnen we gewoon morgen Halo spelen. Alleen na Ajax. Dus dat zal 10:30 zijn als de mensen daar down voor zijn. Fuck yeah, ik ben zeker down. Dan sling ik hem wel even aan, al is het maar voor een uurtje. Dat is voor mij echt geen probleem. Maar goed, Vitesse waarschijnlijk degraderen. Ik vond het met Twente toen ook terecht. Die hadden die kluit ook belazerd en nu weer. Bij Vitesse de vraag of ze het overleven. Ik denk het niet. Maar een doorstart. Oh shit, ik zit die parry de hele tijd doen met L1. Omdat ik een andere game heb zitten spelen, maar dat is mijn driehoekje de counter spark. Ik denk al, waarom lukt het fucking niet? Oh my god, wat doe je? Zo zonde dat Vitesse naar de klote is geholpen, maar ja, volgens mij is het sinds Koos Albert niet meer rustig geweest in Arnhem. Het is nooit rustig geweest in Arnhem, man. Het is nooit rustig geweest in Arnhem, maar dat is prima. Dat is ook wat mij betreft onderdeel van de charme van Vitesse. De club heel graag meer wil zijn dan dat het is. En die ambitie in ieder geval altijd op alle manieren probeert na te streven. En daar hebben we ook de vruchten van geplukt. En ja, daarvoor moeten we nu ook op de blaren zitten. Nee, ik denk gewoon een quick buck willen maken bij het nieuws dat Ajax eindelijk een algemeen directeur heeft aangesteld, Franco. Maar het is niet gelukt. Het is echt zo fucking dom. Het is echt zo fucking dom. En hij moet zich nog zorgen gaan maken over dat hij nog niet verder in de problemen daarmee komt. Nee, het is bizar. Echt bizar. Maar de timing van zijn aankoop, dat laat eigenlijk niets aan onduidelijkheid over. Gelukkig kan je altijd tot rust komen bij Ajax. Ja, precies. Daar kan ik op terugvallen. Hij zou Vitesse kunnen kopen met het geld dat hij inderdaad heeft verdiend bij SSG. SEG. Waar hij toen nog Steven de Vrijgoed heeft genaaid voor een paar miljoen. Alleen dat heeft hij wel terug moeten betalen, dacht ik. Althans, dingen. Zij in brieven maanden dat er een verhuizing naar Rotterdam best in zit in de nabije toekomst. Ga je Arnhem missen? Ja. Is nog niet aan de orde natuurlijk, maar was wel benieuwd. Nee, Arnhem ga ik zeker missen. Arnhem is de plek waar ik nogmaals ben geboren en getogen. En ik hou van de mensen hier. Ik hou van het cynisme hier. Ik hou van de natuur. En toch ook wel de nuchterheid die ik wel heel erg mis in het westen van het land hoor. In de Randstad. Ja, dat zeg ik Franco. Hij moet zich zorgen maken dat hij niet verder in de problemen komt. Ook de manier waarop Michael van Praag dat zei. Het was een beetje om hem zelfs nog een beetje in de problemen te brengen.
Maar ja, we gaan het zien als hij in de problemen weer komt hierdoor. Ja, terecht toch? Ja. Ook in de nieuwe stad, nieuwe plek. Ik denk dat de transitie naar Rotterdam nog best... natuurlijk is Arnhem toch een beetje Rotterdam-achtig. Is dat zo? Arnhem-Rotterdam-achtig? Dat weet ik niet. Daarvoor ben ik misschien te weinig in Rotterdam nog. Maar ik moet zeggen, ik vind Rotterdam, de binnenstad, vind ik echt een hele vette plek. In ieder geval echt hele toffe locaties om naartoe te gaan. Het waren in ieder geval 18 prachtige dagen. Ja, hij heeft de huidige technische staf eruit getrapt. Was denk ik ook wel nodig. Dus hij heeft dat nog voor elkaar kunnen krijgen. En ik weet niet in hoeverre het gerucht over Xavi als coach uit zijn koker komt. Want hij was bezig met een... wat ik hoor van de mensen die dicht op het vuur zitten, zeg maar. Hij was bezig met een buitenlandse coach. Was hij al dichtbij overeenkomst. Ik weet niet of dat Xavi was. Dat heb ik niet gehoord. Nu mis ik die stad ook. Ja, wat vind jij tof aan Rotterdam dan, Panik? Ik dacht meer aan dat Arnhem best grootstedelijk aanvoelt. Heel divers is. Cynisme zit in beide steden wel ingebakken. Ja, maar ik denk wel, Oost-Vaderland is nog wel wat meer nuchter dan de Randstad, hoor. Maar in Rotterdam houden ze ook niet van mooie praatjes. Dat klopt op zich ook wel. What's up, Lemon Twist? Een hele goede middag, man. Ja, Vitesse, I know, man. I know. Rotterdam voelt on-Nederlands, vind ik wel de tofste stad. On-Nederlands, in welk opzicht zou je dat zo omschrijven, BVN? Die FSC-leden zijn ook wel een beetje laksfeest. Dit was gewoon een afrekening, maar op basis van een absoluut recht iets. Dus, ja. Oh, de gebouwen! Ja, daar mag je de Duitsers voor bedanken. Dus ik begrijp wel waarom het on-Nederlands is. Of is dat too soon? Maar het is dus al serieus dat je een verhuizing overweegt. Ja. Het is zeker serieus. Als het aan haar ligt, dan zouden we nu al samen wonen. En ik zei het tegen haar, ik begrijp het volledig. Ik voel hetzelfde, maar laten we niet haak van stapel lopen nog. Laten we het in ieder geval over de zomer tillen. Ja. Ik hou gewoon van grote steden, heerlijk om in rond te lopen. Dit nu overdag of s'avonds of s'nachts is. Leuke plekjes bij de haventjes zitten, wat leuke winkeltjes. Ik heb nog niet al te veel gezien. Maar we zijn al een paar keer op leuke plekken bezig eten en drinken. Dat was echt cool. Dat mis ik wel heel erg in Arnhem. Echt de goede etentjes zijn een beetje weg. Matsuzaka was fantastisch, maar die doen alleen nog maar sushi. Ja, dat weet ik niet. Indonesische restaurant Dewi, staat niet meer. Wel een gamekamer afdwingen. Dude, ik heb al met haar geregeld dat... ze heeft maar twee kamers. Eentje daarvan is de slaapkamer natuurlijk. Die andere kamer is nu haar soort van walk-in closet. Maar dat hebben we al afgesproken. Dat wordt de streamkamer. Dat wordt de streamkamer. Zijn ras echt Amsterdammer? Nee. Ze is een Rotterdammer. En weet je, kijk, ik ga haar niet vragen om naar Arnhem te komen. Dat is gewoon niet realistisch. Weet je, zij heeft niks in Arnhem. Ik heb een aantal beste vrienden zelfs die in Arnhem wonen. Of in Rotterdam wonen. Die zijn van Arnhem uiteindelijk naar Rotterdam verhuisd. En we hebben ook gezegd, Utrecht is ook een optie. Want ik heb ook vrienden in Utrecht wonen, zij ook. Dus dan kunnen we allebei een beetje aarden. Ja, dit is de Japanse Assassin's Creed. Maar met veel vettere combat. Coach, wat houdt de Force in bij Star Wars? De Force is gewoon een magische MacGuffin. Dat is wat het is in Star Wars. Are you kidding me? Ik wou net zeggen, hier is iets anders aan de hand. Oh
悪く思わないでくれよ。ロスメラパ。同心を切ってくれたのには感謝しているが、俺が足を洗うには、あんたにも消えてもらうほかないんだ。 Oh, that's an blade of poison. Kom dan, Mati. Daar gaat hij. El Barbe! Ja, Utrecht vind ik ook een hele mooie stad. Hoe lang is een Chinees? Wat? Zou je iets nieuws willen zoeken dan? Ja, hoe heet het? Zij heeft een appartement. Wel een koopappartement. In Rotterdam. Maar we zullen wel uiteindelijk een eengezinswoning willen hebben. Ik bedoel, dat moet ook wel. Los van wat mijn carrière me gaat brengen. Of ik dit kan blijven doen of niet. Ik wil blijven streamen. En de frequentie daarvan, I don't know, maar ik wil sowieso blijven streamen. Het is een passie voor me. Ik vind het fucking nice. Oh, dat had ik van de week, vorige week. Toen was ik echt goed ziek, man. Op het dinsdag, toen had ik nog gestreamd. Je kon het denk ik al wel een beetje in de ochtend horen, maar het werd nog veel erger in de middag en de avond. Het was echt waardeloos. Wil je ook van die mormels? Mensen noemen ze kids, geloof ik. Ja. Dat wil ik zeker. Dat willen we allebei. Dus hoeft nog niet meteen, absoluut niet. En kijk, voor mij mag het ook over 5 jaar. Maar voor haar begint de biologische klok natuurlijk iets meer te tikken. Daar heb ik natuurlijk geen last van. Maar dat is wel de bedoeling, ja. Een eengezinswoning, dat vraagt natuurlijk ook om uitbreiding. Ja, van de studio bedoelde ik, pannenkoek. Hele goede middag, smooth operator. Ja, I know, Willem. I know. Maar we gaan het zien. Ik bedoel, je mag dromen, toch? Daar is niks mis mee. Even kijken, waar de fuck moeten we heen? Oh, helemaal hier. Ja, fuck it. Hoe bevalt deze game? Uitstekend, man. Ik hoefde deze game niet eens te reviewen. Maar ik kreeg de mogelijkheid om hem te spelen. En sindsdien eigenlijk niet meer losgelaten. En daarom blijf hem ook maar streamen. Heb je tips nodig voor het maken van kinderen? We kunnen een Discord channel voor aanmaken. Nee, we zijn al genoeg aan het oefenen, El Barber. Daar liggen niet aan. Absoluut niet. Er is awful news. The Red Demon sentence master showing the dead. I know. Nara, het is snel. Allebei midden 30, ja. Ik ben over 12 dagen ben ik 37 alweer. Ik ben over 12 dagen. Alleen in deze game al, Pritchard. Alleen in deze game al. We hebben al 50 uur in zitten. Ah, kijk. Even kijken. First, we need to let Shinsaku and your husband know what's happening. They've been keeping their distance from Katsura, it seems. Ik zeg gewoon, I see. Mondai wa Shinsaku ja no. Mattake, doko hotsuki aruichon ja. Shinsaku-san deshitara. Man. En als deze een beetje complete spelletjes spelen als volwassen man. Ja. 15 april, dat heb je goed onthouden, Felix.
Of wat heb je goed uitgekeken? Eén van de twee. De beste zijn een jaar. Oh, je bent ook jarig op 15 april? Ja, ik moet zeggen, ik volg het verhaal in Rise of the Ronin ook niet echt hoor. Het is, weet je, het is een leuke context voor wat je doet. Maar, whatever. Het is een revenge story. Neem wraak. Maar word eerst tyfus sterk om wraak te kunnen nemen. Een hele basic hero's journey. Maar dat is prima. Ah, nice Felix. Hoe oud word jij dan? En als je via YouTube kijkt, vergeet niet een duimpje omhoog, hè. Thanks alvast. Oude pik, oude pijp. Dat is ook niet te volgen als ik het een beetje hoorde. Ik ben al lang uitgecheckt, man. Ik ben al lang uitgecheckt. Dit is niet zo'n game daarvoor. Dit is een gameplay game. Dit is een gameplay game. Met RPG elementen. En het is cool. Maar hoeveel uitleg heb je nodig, Blackdra? Maak hem gewoon dood. Hoeveel uitleg heb je nodig? Dit. Ja. Goed verhaal mag ook wel, maar ja, daar heb je Final Fantasy 7 voor. Ja, precies. Precies. Different Strokes voor de... Dude, ik speel Dragon's Dogma. Jij speelt Dragon's Dogma. Ik heb vanochtend nog even een paar uur Dragon's Dogma gespeeld. Speel je dat voor het verhaal? Ik hoop het niet. ik heb het gespeeld. En ik vind het een geweldige game. Maar het verhaal... I don't fucking know. Ik weet dat ik ben een Arisen. That's it. Deel voor me net in Chinatown. Oh, fuck. Ik heb nog niks met de Oxcard gedaan. Goze pannenkoek. Echt. Zag je wat ik net deed met die gasten hier in deze fucking dojo? Dat doe ik met jou, vriend. Dus snel. Snel die comment terugtrekken. Ja, cutscene skipper. Oh. Ik ben nog jee bij Death Stranding. Kijk, Death Stranding gameplay is uniek. En, maar de gameplay dient juist iets heel specifieks voor het verhaal. En dan ga je het verhaal skippen. Sandland and No Rest for the Wicked niet in april release is even gezet? Nee? Je moet die demo nog steeds checken van Sandland. Ja, yeah, Tarnish, whatever the hell that means. Precies. Gewoon lekker avontureren, toch? En dat is Dragon's Dogma 2 ook. En voor mij is deze game niet avontureren. Deze game niet. Deze game is combat. That's it. Ja, vind jij zo, Rees? Vind jij? Ben ik niet mee eens. Even kijken. Select allies. Kunnen we nu een keertje wel twee kiezen? Nope. Dan ga ik liever Elden Ring spelen dan deze game. Ja, ik speel echt veel liever deze game. Maar je kan een samurai zijn in Elden Ring. Dus misschien moet ik ooit een keer... Oh, laten we dat niet doen. Heel naïef binnenkomen lopen. Met al die fucking gasten daar. Maar misschien, heel misschien... Moet ik gewoon... Elden Ring kopen voor de PC. Die is regelmatig voor €30 in de aanbieding. En dan beginnen met de samurai build. Yeah,
Boven zit er dan eentje, hè, die ons heeft gezien. Die moet wel. Hij blijft ons ook zien, volgens mij. Oh, daar is hij. Zie je hem? Gelukkig wordt hij rood. Raakt hij maar niet. Nu wel. Maar ik denk dat ik dan de Elden Ring voor de PC ga kopen en dan misschien met de Samurai build. Oké, dat is één formidable foe. Ja, ik heb hem op de PlayStation 5 gespeeld en ik ga hem voor de PC niet, heeft niks met mods te maken, maar gewoon dan kan ik hem en op Steam Deck spelen en dan kan ik wat consistenter blijven spelen dan op PlayStation 5. Daar speel ik echt één keer in de paar maanden of zo, weet je wel. Dat is toch zonde. Waarom een game opnieuw kopen? Je hebt hem al. Besteed je geld aan een andere game. Omdat ik hem het liefst wil spelen op een platform waar ik het meeste mee heb. Dat is het hem eigenlijk. En de reden waarom ik hem voor PlayStation 5 heb, is omdat ik hem voor PlayStation 5 toen heb gekregen van mijn toenmalige vriendin. Die had Elden Ring besteld voor de PlayStation 5. En die had er toevallig 2 gekregen. En in plaats van terugbrengen, heeft ze het gewoon aan mij gegeven zoals dat. Kijk, en op de PlayStation 5 versie kan ik niet op Steam Deck spelen, Jenny. Nou, kom maar. Oh, ga ik dat doen. Nou, laten we daarover nadenken, oh Barber. Dit is strafbaar wat je hier doet, hè? Maar het is voor mij niet een hele unieke situatie, hoor. Ik heb wel vaker een game die ik al op console had, gekocht voor de PC. Hetzelfde ga ik bijvoorbeeld doen met Sekiro. Ik wil eigenlijk de PC-versie daarvan. Maar het kut is met die From Software game. From Software Games. Ze blijven vrij duur. Worden niet snel afgeprijsd. Ja, ik wou net zeggen, er zijn ook mensen die een PlayStation Portal kopen. Mij niet. Koos, krijg je geld van YouTube voor de livestreams? Wat af en toe komen er advertenties bij. Ja, daar krijg je geld voor, maar dat is, met 100 livestreams is dat denk ik 20 cent of zo. Maar je moet advertenties aan hebben staan, anders wordt je stream gestraft in het algoritme, want anders heeft YouTube er zelf ook niks aan. Oh, fuck. Ik ga wachten tot deze guy stilstaat. Ai, 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 wat kut. Dat ging niet best. Sowieso niet best, want mijn stamina komt niet terug. Oh.
敵の動きをよく見ろ。 Ik hoorde laatst van iemand in de chat dat je niet meer dat je chat niet meer in OBS mag opnemen. Dus beeld. Dus, wat? Wat bedoel je? Niet meer mag opnemen. Je chat niet meer mag opnemen in OBS? Ik begrijp niet eens wat je zegt, Elbabe. Kijk, Kain is er ook weer. Kain, draait je PC nu al? Ik heb dat heb ik even gemist of dat zo is. Vanavond, Jezus, hoe heb jij zo engelen geduld? Gisteren is die PC binnengekomen en je gaat het vanavond pas in elkaar zetten. God damn, man. Ik zou dat niet kunnen. Zit de koelpasta niet gewoon pre-applied op je cooler? Ja, maar dat heb ik dus ook. Dat heb ik dus ook. Als je zoveel uren in één enkele game kan stoppen, dan kan die ook wel een dubbele aanschaf waard zijn, hoor. Ik bedoel, je wilt toch supporten waar je van houdt? Je bent toch, veel mensen zijn ook gewoon premium member. Niet eens zozeer om de premium items, maar gewoon omdat ze GameKings willen supporten. Ja, datzelfde heb ik ook wel met dat soort games die ik echt hoog heb zitten. Volgend seizoen weer Vitesse Cambuur. Nou, dat is nog maar de vraag, Buster. Dat is nog maar de vraag. Bertje, dankjewel voor de 1 jaar. Oh, dit komt heel erg intimiderend op mij over. Hallo. Dankjewel. Dankjewel voor de 1 jaar jubileum. Oeh, die was heel nice, hè? Begon heel nice. Out of body experience, zag je dat? Daar gaat ie. Nog aan het werk, Buster, moet je nog lang? Nee, dat is nog niks concreets, Buster. Dat is nog niks concreets. Maar met mij gaat prima, man. Dus met jou. あんた、わざわざ俺にそれを伝えに来たのか?
松陰さんが処刑されそうってんだろ。俺の耳にも入ってるよ。だがいいのか、そんなこと敵に教えちまってよ。あんた幕府の手先なんだろ。 No。 さて、嘘か誠か。Ik ben anti-shogunate. 人の心は読めなくてな。だがもうどっちでもいい。あんたはキルには惜しいやつだ。今後は付きまとってやるから覚悟しろよ。さて、カズラさんたちは大方桜屋だろう。あんたも来い。つけていっぱいをおごってやるよ。En minder huur betalen is inderdaad vaker Elden Ring kunnen kopen. Sowieso even een volledig Destiny Fire Team kweken, dat is op zich ook wel nice. Of een Big Team Battle Fire Squad. Maar dat kan ik er niet aan doen. Ga goed, de hele Paas in de sporthal rondgehangen in verband met het basketbaltoernooi. Pika speelde goed, maar tegenstander was pittig. Bosnië, Duitsland, Litouwen, toch 3 van de 6 wedstrijden gewonnen. Ah, nice man. Toernooitjes vond ik echt altijd het allerleukst. Dan moeten we even hier. Tak to Ryoma et de Sakurai in. Oké, nou dan gaan we daar toch heen. En in plaats van fast travelen gaan we gewoon lekker even door Yokohama lopen. Hey, waarom... Nee, waarom ging dit mis? Over de daken van Yokohama. Alsof ik Batman ben. Geintje, geintje! Sakurai in natuurlijk. Hè? Voetbal jij nog? Betalen contributie? Ja. Voetbal ik? Nee. Ik heb nog steeds last van een knieblessure, helaas. Dan zijn er meerdere collega's die van jullie livestreamen. Ja, Kevin en Skate. Kevin en Skate streamen. Voor Batman moet je Rocksteady Games spelen. Ja, dat heb ik laatst geprobeerd. Ik voel me niet zo goed. Daan streamt niet. Daan doet veel met streams. Stream niet. Ja, Nintendo games heb ik ook meerdere malen altijd hoor. Ik heb geen idee, Kayan, maar ik kan me voorstellen van wel, want de vorige 3 waren ook al zo verkregen, dus Maar kennelijk doet ze die ook de hele tijd weer weg dan ofzo. だが、中の人間はどうかな。高杉君、何が言いたい。真面目なお役人ばかりじゃないってことさ。Welke is voor jou beter? Deze of Dragon's Dogma? Ik denk, objectief gezien, Dragon's Dogma. Maar ik vind dit veel cooler. 松陰先生の身を一番に考えないか。Oh, en Donnie, ja, Donnie streamt. Als je echt van retro stuff houdt, donderdag hebben wij een retro stream, maar als je echt, echt into retro stuff bent. さすが一番でした。さえてるよ。押さないか。そうだ。坂本君、何かないかね。
そうじゃ。あん近くに日の宮倉があったじゃろ。あっこの上からシャーッと入るのはどうじゃ。シャーッ。シャーッととはどのような。なじゃ。シャーッとがわからんが。吠いたらピューッとならどうじゃ。ビャーッとでもいい。Best of the FPS of the moment。お亀八目というじゃないか。Halo Infinite。ぜひ意見を聞かせてくれないかね。Storm the gates, coax the warden into letting you enter the prison complex. I recommend you take Ryoma's bridge. Enter the prison complex from the watchtower. Laten we dit doen. Ora, isoga ba maru da. En Doom Eternal zal een hele goede dag zijn. Absoluut. Yoshi, kimi no yuu tori ni yatte miyou janai ka.私は腹をくくったよ。みんなもいいね。Ik was aan het denken voor Battlefield 2042. Nou, Battlefield 2042 is een hele vette game hoor. Absoluut. Het is nog steeds niet op het niveau van de oude Battlefields. Maar het beste? Nee, dat zou ik niet zeggen. Maar je kan die makkelijk checken via Game Pass en EA Play hè.Kan je goed voetballen of ben je meer een nerd? Vroeger kon ik nog wel aardig ballen, maar tegenwoordig. Nee, ik ben uiteindelijk 6 jaar gestopt geweest. En sinds ik 6 jaar ben gestopt, nee, het zit er echt niet meer in. Mara.むざむざ松陰さんを見殺しにするか。まっぴらごめんだぜ。さて、携帯を動かせるのもここまでだ。俺たち長州藩士が派手に動くと赤鬼に感づかれる。ああ、in the Titanfall 2 campagne。いや、ik heb letterlijk Titanfall 2 een paar dagen geleden gekocht op Steam. Was 3 euro. Dus die gaan we binnenkort ook nog wel een keertje streamen hoor. Van de campaign.Ben je volgens mij met een paar uurtjes bij daar wel doorheen. En dit is een vette campaign. Dat is fucking Titanfall. Giant fucking robots. Wat wil je nog meer? Ja, zeker. Heel leuke game. Jammer dat de respawn zo is genaaid door de uitgever elke keer. Wat betreft Titanfall. Maar dat is echt een hele vette shooter.Ik wist niet eens dat de campaign was. Ja, de eerste heeft geen campaign, de tweede heeft een campaign. En die is nog cool ook. Dus ga checken als je het nog niet hebt gedaan. Ik pak even wat te drinken, jongens. Ben zo bij jullie terug. En dan gaan we of deze gast omleggen of we gaan met hem mee. Ik weet nog niet helemaal wat hier de bedoeling is. Mag bij mij altijd van alles zeggen hoor. Geen probleem. Nan no yo da. Ima wa isogashii kara ato ni shite kure. Hey, Jedi Survivor is nog steeds een hele vette game hoor.En in veel opzichten groter, bruter dan Jedi Fallen Order. Maar Jedi Fallen Order, als geheel product, steekt dat wat beter in elkaar. Het is wat minder ambitieus qua opzet. Komt daardoor misschien net wat beter uit de voeten. Ik kan het niet meer doen, dus ik kan het niet meer doen.
下手人を仕留めてくれたら牢屋敷の剣に手を貸すぜ。報酬も払ってやるよ。話が早くて助かるぜ。おっと、くれぐれも俺の仲間には内密にな。Het is prima speelbaar, Karin. Het is prima speelbaar. Maar, de starters die er af en toe in zitten. Wat je ook doet, je kunt die niet. Die kun je niet eruit krijgen. Dus daar moet je maar vrede mee hebben. Ik ben trouwens nog wel een keertje down om Battlefront 2 nog een keertje online te streamen. Want. Ik was zeer verrast dat de PC-versie zo prima was als dat die was. Ik dacht echt dat we Cheaters Galore zouden hebben, maar dat was helemaal niet het geval. Oh my god, waarom? Ah, dit is zo kut. Dat had een assassination van bovenaf moeten zijn, maar... Ja, nu zijn we fucked. Nu zijn we redelijk goed fucked ook. Eén terrein. Wat? Wat wil ik niet hier staan? Morgen in Halo, ja, wat mij betreft wel. Ajax speelt om 9 uur. Die wedstrijd wil ik zien. Daarna ben ik zeker down om Halo te spelen. Daarvoor slinger ik hem nog wel even aan, hoor. Echt geen enkel probleem. Toch maar twee die moesten killen. Daar zal volgens mij de prison guard zijn. Maar ik weet dus nou niet welke de fucking vijand is. Nou, laten we uitgaan van die dan. Rechts. Dan ben je er niet bij, dat is spijtig, man. Ja, precies een uurtje, dat is prima hoor, Buster. Ik vind het gewoon altijd leuk om te spelen, dus... Ah, nee, dat is de prison guy. Dan moeten we daar nog even die gasten inleggen. En dan kan Kaien, als het goed is, voor het eerst meedoen vanaf de PC. En dan zal hij zien dat de Halo nog beter te spelen is op de PC. Yo, is cool, Elbarber. Doe rustig aan, man. Doe straks wel even buurt. Heb je het tegen mij? Ik ben denk ik aan het streamen tot, denk 7 uur. En dan pak ik om 8 uur de trein naar Rotterdam. Dat is fucking lieve hond, joh. Dat fucking meen je niet. Dat ik wel. Postbode gebeten.
Doe dat nou niet! Dat is super kut voor mij! En voor jou. Wil je shooters met muis en toetsenbord op PC? Ja, zeker. Dat moet toch wel. Waarom zou je dat niet doen? Alleen Kai moet leren met muis en toetsenbord te spelen. Ik ben zeker een keertje down om Warzone met jullie te doen, Buster. Moet ik hem wel weer even installeren. Moet ik echt nog leren? Gewoon jezelf forceren, man. Ik ben PC gamer geworden. Weer geworden, moet ik zeggen. Na in mijn jeugd heel veel PC games gespeeld hebben. Maar nooit met muis en toetsenbord shooters gespeeld. Dat was toen niet een ding. In 2018 mezelf geforceerd. En ik was ook nog eens links met de muis. Ik was links met de muis. En heb nooit shooters gespeeld met muis en toetsenbord. En ik heb mezelf geforceerd met rechts te worden met de muis. En met de WASD te spelen. En ja, dat ging fantastisch. En op een gegeven moment wil je niet meer terug. Is, dat, is die niet nice met muis en toetsenbord tussen de race? Ik had toen Modern Warfare 2 even gedaan met muis en toetsenbord. Dat was fijn. Ik ben benieuwd of dat bij de hoofdmissie of dat ook nog een hoop veranderd dan. Het is wel echt duidelijk dat je in nadeel bent. Waarom in nadeel? Omdat die andere gasten gewoon hevige aim assist hebben ofzo? Ja, fuck all of jullie ook dan, man. Ik bedoel, ik heb genoeg andere vette shooters. Call of Duty speel ik over het algemeen. Over het algemeen alleen voor de campaign. Ja, elke shooter heeft met controle wel een vorm van aim assist, maar het ligt eraan hoe agressief die gebruikt wordt. Nou, ik heb een aantal vette COD campaigns gespeeld. Die hebben het afgelopen jaar van begin tot eind uitgespeeld op stream. En dat waren vette campaigns. Ik vond alleen Vanguard vond ik echt kut. En ik vond de tweede Modern Warfare niet zo heel nice. Even serieus vraag, wanneer zien mensen echt het verschil in de FPS? Ik zie echt het verschil niet. Ik zie het heel goed altijd. Ik ben heel gevoelig voor frame drops ook en shit. Lieve Ghost, wauw. Dat is wel een tijd geleden hoor.
時がなくなれば一人で突っ込んでいきかねません。刑が執行される前に救い出さないと手遅れになってしまいます。どうか兄のことを頼みます。 I will, baby. No worries. No worries. Hey, kijk, eindelijk, we hebben twee allies. Waar kan ik de level zien van deze gast? Ja, dit is hoe we het gaan doen. Nantomo kokorozuyoi menmen da na. Oyo. Dit is dus die ingang die we hebben verkregen via die gast die nu in de gevangenis werd. Ja, de Black Ops campaign waren toch ook altijd wel hard, Black Rock. Ik vond Cold War vond ik echt een hele vette campaign. Vooral qua opzet. Maar we hadden het net over From Software games die duur blijven. Het verbaast mij hoe duur die oude Call of Duty games altijd blijven, man. Zelfs al wil je een Call of Duty game spelen van, laten we zeggen 6 jaar geleden. Betaal je daar zeker nog €30 voor? Als je mazzel hebt. Ja, Battlefront 1 was ook echt een slechte game. Ik vond de gameplay ook niet nice. Alleen de graphics waren echt top notch. Nog eentje. Hierachter. Misschien dat we via daar bovenop kunnen komen. Wat kut is aan Battlefield, is je kan maar een party maken met 4 man. Ook al zit je in een fucking server van 128 spelers, je kan maar een party maken van 4 man. Het is echt debiel. Als dat niet het geval was geweest, hadden we die game zoveel gespeeld inmiddels hier op stream. Want het is iedere keer hoofdpijn voor mensen om überhaupt te joinen. Dat haalt toch een hoop van plezier weg. Dat is een formidable foe. Die is sterker dan de rest. Als ik hier wel omdraai, denk ik. Even wachten tot die hond zich ook omdraait. Draai om, hond. De honden kan je niet beslapen, uiteraard. Dan hebben we iets langer nodig. Kijk, en ik wacht hem even af. Want je doet al gelijk
Je kilt hem niet in één keer, maar je doet al wel gelijk sick damage. Ja, de Medal of Honor campagnes waren ook heel goed. Poeh, die bestorming op het strand van de Mandië. De hering, man. Volgens mij was de PlayStation 2 tijdperk of zo. Ik weet nog dat het zo'n indruk op me maakte. Net zoals Saving Private Ryan dat doet qua scène. Bij Saving Private Ryan, ik draai mijn maag echt van om, man, als je daar de bestorming van Normandy ziet. Nou, jullie mogen ook wel vechten hoor, ik wil net zeggen. Oeh, shit, de damage. Holy fucking shit. Iemand hierboven? Ja, denk het wel, hè. Ik vind games zoals Battlefield en shit vind ik alleen leuk als je met Mattie speelt of zo, weet je wel. Je kan in je eens spelen, absoluut. Maar met Mattie's is het toch ver weg het leukst. Ik schrik me dood, man. Ik dacht dat dat vijanden waren. Maar wie ziet ons de hele tijd? Ergens hier vandaan. Is er ergens een ingang op het dak? Hoe komen we hier binnen dan? Ja. Niet helemaal mee eens. Ik vind Destiny 2 vind ik qua shooter actie gunplay dus. Het is anders als Doom, maar ik vind het wel van datzelfde hoge niveau, zeg maar. Hier zit hij hoor. Yoshida Shoin, ano shini ka. ここにいたけど、よそに連れて行かれちまったよ。あ、だぜ、です。この役人から嫌われてるんだね。あ。OK。あ、だ、gaan we gewoon door. Nou, ook qua movement is Destiny toch heel nice. Oh, zeker nu met die strand toevoegingen erbij. En sowieso platforming actie was altijd wel goed gedaan. Kagi o kusune chimaereba koko kara osaraba dekiru nda ga. Kagi yakunin domo nagaya no hou kara dete kiyagaranai. Ah? Nagaya wa shikichi no hantai gawa da ze. Hebben jullie bij GameKings iets gehoord over een preview set voor Dune Awakening MMO? Ik dacht dat IGN wel een preview had. Geen idee. Oh shit. Geen idee, niet wel voor. Weet je, ik zit hier op kantoor, hè? Ik krijg dat soort dingen niet meer mee. You fuck with the best, you die like the rest. Bitch! Nou, ik ga deze week nog wel even de Final Fantasy 14 Final Fantasy
sorry, dit klinkt heel verwarrend, maar ik ga deze week wel even de Final Fantasy 14, Final Fantasy 16 quest checken. Ze hebben daar een questline erin zitten. Voor de outfit van Clive, geloof ik. Nou, mij heb je. Misschien moet ik ooit nog een keertje World of Warcraft gaan proberen. Ik denk niet dat het iets voor mij is. Wie ziet me? Oh, hij ziet me. Ja, dat is kut, hè? Die kunnen niet... Hallo! Hij wilde aan de bel trekken daar. Dat kunnen we niet verstaan. Ah, 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 ah. Alright, jij ook? Sure. Oh fuck, dit is er nog één. Al deze vlammen ineens vandaan. Ja, je houdt niet van goede verhalen, hè, Kaien. Het is een crossover, pannetje. Het is een crossover. Hier kunnen we dus niet op. Die zijn spikes. Fucking hell. Dat bedoel ik maar. Ja, die speel ik ook op Steam Deck nu, sorry. Nee, Realm Reborn moet je even uitzetten, maar daarna begint gelijk Heavensward, wat insane is. Ik vind Heavensward nog steeds de coolste uitbreiding. Maar ze hebben allemaal hun vette momenten. Stormblood, Shadowbringers. Ik ben nu bezig met Endwalker natuurlijk. En hij draait ook nog eens uitstekend op Steam Deck. Oh my god, kom. Hey, waarom dit? Oh my god, die execution mislukt gewoon weer. Nee.
Nee, je weet het, Blackguard. Kain is altijd te druk met Suicide Squad, Gotham Knights en dat soort games. Je heeft geen tijd voor goede games. Weet je toch? Is er hier echt nog een veel banner die we nog niet hadden gedaan? Ik kom nu wel aardig wat medicinal pallets tekort. Kan ik hier gewoon fast saven? Oh, deze had ik nog helemaal niet gedaan. Ja, er zijn al die guards ook terug natuurlijk. Nou, je bent gestopt met het Eternal Empire verhaal, dat was echt wel vet. Maar waarom ben je dan gestopt? Uiteindelijk nog een hele gruwelijke samurai outfit hier in de game krijgen. Ik heb er eentje, maar die is heel kleurrijk. Ziet er niet vet uit. Ja, Red Dead 2 is sowieso een instant buy voor de PC, man. Je bent alleen wel te laat, Kain. Hij was volgens mij 1999 in de Steam sale. En Red Dead Redemption, die moet je echt kopen als, als PC game, man. Die ziet er zo belachelijk vet uit. En oh my god. Fuck, there's a guy! Okay, laat mijn matties maar heel even zetten. Weg met hem! Weg met hem! Doe eens wat! Wow. That was a one hit kill. Hey, ik kan niet meer terug naar mijn eigen character. Ondanks dat hij leeft. Ik heb helemaal niks meer. Is dit een bug? Nee!
Oei, mijn god zeg. Deze guy. Oh, dat scheelde echt niet veel. But we did it. We did it. Nou, Death Stranding vind ik een vind ik eigenlijk een beetje een eenmalige ervaring. En die ziet er al prachtig uit op de PlayStation. Jedi Survivor heb je toch al gespeeld op console? Als je die al hebt gedaan op console, dan zou ik hem niet meer voor PC halen. Ik ben hier. Ik heb een beetje een Ik zou gewoon wachten, ik zweer het je. Over 2 jaar, misschien volgend jaar al, is Jedi Survivor €5. Net zoals Jedi Fallen Order. Ja, of wachten tot hij op EA Play staat, zoiets bijvoorbeeld. Maar zo'n gare PC-port moet je niet supporten, man. Hij wil gewoon niet bevrijd worden. Hele fucking missie voor niks. You are expected at Yokohama Grand Villa. Ja, dat zullen we zo wel doen. Nou, allemaal bloed. En hoe komen we hier weg? Dat is op zich ook wel een goede vraag, hè? Nou, dit is weer naar beneden, die kerker in. We hem gewoon zelf neersabelen dan. Hoe de fuck kom ik hier weg? Ben ik nu een gevangene? Maar zelfs Jedi Fallen Order, die heeft nog steeds last van die stutters en shit. Op de PC-versie. Nou, hoe de fuck kom ik hier weg? Ik ga fast travelen hieruit. Dat is ook weird, toch? Er is een kleine opening die we niet zien of zo. Nee, zeker niet gezien hoe Jedi Survivor ontvangen is, Blackbird. De Jedi Fallen Order die werd nog best wel gepraised alom. Maar dat is bij Jedi Survivor natuurlijk niet het geval. Oké, dit is awkward, man. Waar de fuck moet ik heen? Oh! Dit niet gezien.
him. Maar dezelfde uitweg als dat we naar binnen zijn gekomen. In ieder geval op dezelfde manier. Ja, ik zou heel graag willen zien dat ze de PC-versie voor Jedi Survivor nog een keertje gaan fixen, maar ik zie het niet gebeuren. Om heel eerlijk te zijn. En ik begrijp niet waarom. Zo'n grote game, zo'n franchise, zo'n IP. Kom op zeg.兄の魂の言葉なのですね。早く桂さんに届けないと。きっと多くの人に伝わり、心を動かすでしょう。そうだ、兄の着物の替えを持ってきていたのです。 せめてものお礼です。お待ちください。よし、一旦ここで別れよう。私たちは牢屋敷からの追っ手を確認する。桜屋で落ち合おう。文を頼んだぞ。Hey, Kusmar, een hele goede middag, jongen. Hoe is het met je? Tof dat je er bent. Ik ook niet, want bij Fallen Order hebben ze het ook niet gedaan en hebben ze dezelfde fout opnieuw gemaakt. Nou, niet eens dezelfde fout opnieuw. Grotere, ergere shit in Jedi Survivor. Ik bedoel, volgens mij, als ik me nog een beetje goed kan herinneren, heeft Jedi Fallen Order heeft alleen nog traversal stutter. Maar Jedi Survivor is nog steeds zoveel mis mee. Ja, ik zit ook helemaal in deze game, Kuzma. Wel op het punt dat ik vast zit bij een boss. Waarom? Omdat hij te moeilijk is? Speel je hem net zoals mij op normal? Of, oh, shit. Ninja Assassins. Komt ie. Dit is wat wij doen met Ninja Assassins. Komt u maar, mevrouw. Wat een game. Ook nog steeds Shader Compilation Stutter. Het zijn wel weak ass fucking assassins. Man. Oh, never mind. Zie je, elke keer wanneer ik een grote mond opzet, gebeurt er dit. Ja, ik heb wel, moet ik zeggen, Kusma, echt heel veel. Heel veel open world stuff gedaan hoor. Dus tot nu toe zijn de battles uitdagend geweest. Ik vond deze in de prison vond ik ook kippen. Maar het lukt elke keer toch wel. Oh, hier is het. Het lijkt op de Assassin's Creed Tenchu. Oh, de Blue Demon! これから始まる大陸の邪魔をする。
What? Ik dacht dat hij zijn nek had gebroken. Daar leek het op, toch? Ik dacht dat zijn nek was gebroken. Ja, dat is op het moment hoor, Koesmar. De ene keer wel, de andere keer niet. Maar op het begin had ik echt heel veel moeite met de Counterspark. En nu ben ik er iets meer comfortabel mee. En het is ook wel erg belangrijk om die te gebruiken, man. Is dat een enemy? Nee. Dat is een andere Ronin. Ja, fair enough. We lagen zeker 5 minuten op de grond. Dan kickt auto-healing tegenwoordig wel weer in natuurlijk. Je vader, ik ben wel trots op mijn vader. Hele MCU aan het kijken en is nu bij voor mij de crème de la crème uitgekomen. Loki. Damn, heeft hij zoveel gekeken? What the fuck? Wat was voor hem de reden? Gaan we vanavond nog een poging doen om de boss te verslaan. Ik ben heel benieuwd. Hoe ver zit ik er vanaf? Kso! Bakufu no renchuu mei! Omae ga tsuitei nagara, nani wo shiteita no da? Medatanu yo kozei ni wakareta no ga, urame ni deta ka? Anta wa ikazareta. Ja, ik wou net zeggen, stop hem wel op tijd, hè? Yasra, Guardians of the Galaxy 3, die moet je ook even kijken. Fumi mo Edo daro. Kono mama guzugu to shite oren. Warara mo Edo e shuttatsu suru to shio. Oma wa dou suru? Issho ni Edo e kite hoshii ka? Dou ja? Oeh, we gaan naar een compleet nieuw region. Let's go. Yoshi, mukau ze yo. Klein uurtje. Nou, dan komen we daar misschien zo nog wel. Dan komen we misschien daar zo nog wel. Daar gaat hij. Nog niet. Niet een ander. Daar gaat hij. Ja, vast niet, Koesma. Vast niet. Gruwelijke transition. Nou, dat moet nog
blijken, hè, Black Rock. Moet nog blijken. Ah, oké, okay. fair enough. Ik ben wel benieuwd hoe dit nieuwe gedeelte is. Ik begrijp dat je Love It and Secret Invasion hebt overgeslagen. In hindsight had ik dat ook willen doen. Maar ze waren zeer veelbelovend qua opzet en wat het zou gaan doen. Blijkt uiteindelijk niet zo te zijn. Maar de Warfels heb ik bijvoorbeeld al niet meer gezien. Echo heb ik al niet meer gezien. Er zijn ook nog wel een paar andere, maar die twee heb ik al niet meer gezien. Whatever man. Dat met Star Wars. Het is pijnlijk om te zien wat Disney heeft gedaan. Dit soort fantastische fucking franchises. En to be fair, weet je, we mogen ook veer in de reet stoppen bij Disney. Voor de eerste drie fases van Marvel. Dat was fucking amazing. Maar wat ze er nu mee doen, dat is eigenlijk geen woorden. Javi, ja. Weet je, ik ben geen fan van buitenlandse coaches. Maar als het er eentje moet zijn, ja, dan zou ik Javi wel zien zitten. Hoor. De Bad Batch vind ik wel een leuke show. De Bad Batch, die kijk ik nog wel. De animatiestaf van zowel X-Men als Star Wars, die is tof. Maar het doet gewoon meer en meer pijn dat George Lucas had de trilogie voor ze klaar liggen voor Disney. Die is gewoon volledig... Besef hè, Disney legt $4 miljard neer voor Star Wars, die IP. Een IP die groot is gemaakt door George Lucas. En George Lucas zegt, kijk... Ik heb de komende drie films heb ik ook al uitgeschreven. En dat er dan fucking nobodies die nog nooit wat hebben gedaan voor Star Wars zeggen... Ja, dankjewel, maar nee. We verzinnen zelf al wat. Ik word de boos als ik er aan ben. Ik ga in ieder geval deze week Ghostbusters kijken. Moet ik het zelf doen? Ja. Maar luister, oké. Dan schrijf je de trilogie voor George Lucas opzij. Maar gelukkig hebben we daar de Expanded Universe. We hebben een geweldige fucking trilogie van Timothy Zahn. Die zich kan meten met fucking Star Wars. The Thrawn Trilogy.
amazing fucking shit. Nee, is niet meer canon. Doen we niks meer mee. Dat zijn nu legends. Wij verzinnen zelf al wat. De ouders hier heb ik niet meer teruggekeken, Koesmar. Ik heb één aflevering teruggezien en je ziet wel een verschil. En zeg maar, X-Men 97 is wel meegegroeid met zijn publiek, zeg maar. Ja, fucking amazing trilogy, toch? これで俺たちを抑えていた枷はなくなった。しかしどうしてあんたが。聞きたいことは終わりでしょうが、今はご容赦を。それより急ぎ皆様にお伝えしたいことがございます。まもなく薩摩の方々が幕府に蜂起いたします。蜂起に加わり、 幕府の勢いを止めることができましょう。そうじゃのう。この話に乗らん手はない。薩摩といえば長州と並ぶ夕飯じゃ。渡りに船じゃろう。薩摩の殿は 有名な西洋かぶれだ。信用などできん。渡りに船どころか。五越道州ではないのか。草加君、私はね。ドゥーニムテカイクスレイス。ベニルレガベラスローニンアンドレイスレラスローニン2。松陰君の志を継ぐのは。オフマス、クルクシスノグノフェティシットオンテチェカ。 Maar het is gewoon jammer dat onze favoriete shit gewoon mismanaged wordt. Het is gewoon een product van een $1 billion company. En het is precies wat je verwacht. Nederland gaat Europees kampioen worden. Ik denk dat Dave Loney ook vrij weinig eraan kan veranderen hoor. Echt, de rot zit in diep. ヒノモトの行く末を正すため、勝意を捨てて大道につく時だ。みんな、どうか力添えよ。ああ。後ほど吉原においでくださいませ。あなただけに話したいこと。 Will do. Hi, my brothers. Hier zijn we, de 4 Teenage Mutant Ninja Turtles. Ik ga heel even een kopje koffie maken, jongens. Ik ben zo bij jullie terug. Be right back.
Ja, daar zijn we weer. Koentje, een hele goede middag. Nou, ik ben wel heel benieuwd of er nou een geniaal masterplan achter zit, zo'n race, of dat er gewoon echt geen reet meer van klopt. Beeld stil? Nee hoor. Daar ben ik weer. Het slaat in als een bom. Prima. Als je er maar van geniet dan. Left it back in our hands. You should give it a read. Shoin. これまでのことを振り返るのにも役立つだろう。いずれ写本を作り、もっと多くのものに読んでもらうつもりだ。言葉は伝えてこそ、その力を発揮するからね。En als je via YouTube kijkt, geef niet die duim omhoog. Topper die je er bent. Kijk, dat is dit, hè? Read the Testament, prima. Testament of the Soul. You can now view the Testament of the Soul, which enables you to recall past story events experienced by the protagonist and their allies, and return to the previously visited areas. It also allows you to reunite with departed characters. Retrying missions and choosing different story branches may allow you to rewrite history. Okay, cool. You can namelijk... wow. It's area, bond missions. Wat lijp? Want je moet inderdaad bepaalde keuzes maken in de game. Ik ben anti-shogunate geworden, bijvoorbeeld. Maar dat kan je gewoon opnieuw doen. Wat sick. Maar ik neem aan dat ik nog wat terug kan, Yokohama, toch? Retry, daar word ik een beetje angstig van. Retry, ik wil niet het opnieuw doen. Ik wil er naar terug. Kan je dat, weet jij beter hoe dit werkt, Koes? Dus een dagje in de dojo doorgebracht in deze game was vet en leerzaam. Kan dat? Wat? Het voelt als we nu, alsof we nu op dat eiland zijn in Shogun. En deze hebben we al gedaan natuurlijk. Ja, ik denk dat inmiddels ook. MCU dood, Vitesse dood, Star Wars dood, Ajax dood. Waar moet Koos nu nog van houden? Voor jullie. Ik hou van jullie. Dus ga alsjeblieft niet dood. Edo is currently under strict shogunate surveillance. As such, you will have to tread very carefully. Please choose a destination. Kan ik gewoon terug naar Yokohama zonder... Oh, wat ziet het sick uit. Zonder allemaal progress kwijt te zijn. Wat, ben ik hier nou geweest of wat is dit? Waarom is die banner al aan? Jezus. Kijk dit dan, joh. Hoe groot is dit wel niet? お待ちしておりました。あなたには私の誠をお話ししましょう。私は先に部屋に戻っておりますので、後ほどお会いしましょう。お待ちしています。では、本題をお話ししましょう。Yeah, that's Edo, maar...Via die Soul of the Testament kan ik gewoon terug naar Yokohama. Er staat retry. Ik wil Yokohama niet retryen. Ik wil die afmaken. Niet op nul opnieuw beginnen en andere keuzes maken. Always strive and prosper. Een hele goede middag. Welkom bij de stream. Ik ben de Ii-sama's mitte. Ja, zeker uitdagend. Dat is wat ik er zo leuk aan vind.
Kaien, je weet toch dat ik 4-5 games tegelijkertijd speel op dit moment. Dat is geen enkel probleem, vriend. It's no problem for me. Ja, nu speel ik ook gewoon maar één verhaal in de game tegelijkertijd. Ja. Zijn we weken dezelfde game aan het spelen op stream. Dat is niet leuk voor jullie natuurlijk, hè. Oké, dus het gaat niet zoals Fidi Soul of the Testament. Met Ritual. Okay. Ja, kan je dat? Ja, of dan moet je dat. Het is een van die twee. En het liefst ga ik gewoon zitten. Chipjes in een bakkie. Een colaatje of een biertje in. Dim ik de lichten een beetje. En dan helemaal losgaan op zo'n game. その言葉だけで十分でございます。もう大丈夫。気弱なところをお見せいたしましたわね。あなたも薩摩の蜂起に加わられるのでしょう。 Ik ben benieuwd, Rocky. Leuk of moeilijk? Wat bedoel je daar precies mee? Smash. De Halo 2 servers die zijn weer online gezet van de OG Xbox. Dus, maar morgen, ik ben down voor Halo Infinite hoor. Dus laten we dat morgenavond gaan doen. Buster is in ieder geval down, er waren een paar andere mensen down nog wel. Maar na Ajax, dus dat zal rond 10:30 zijn. Gewoon even een uurtje knallen. Wat eten we vanavond? Geen idee. Ik ga vanavond na deze stream ga ik naar Rotterdam naar mijn vriendin. Beter heeft ze wat gekookt dan. Wat eten jullie vanavond? Misschien weten jullie niet te inspireren. Bami? Ik ben nog niet eerder Bami zien maken. Dat wel een insane chili con carne klaargespeeld. Ja, dat kan ik zelf nog beter. Hebben mensen Wolong gespeeld toevallig? Bij ons wel, ja. Maar ik niet. Maar andere mensen wel. Ik niet. Kijk, Sorace heeft mij gespeeld, vet game, de art heeft hem gespeeld. De Blue Demon. Wat een lul. Oeh, heeft hij zo'n stem? Dan moet je echt heel veel roken. Zware check van Vanille. Ja, what the fuck? Ik zag deze ook niet aankomen, Sorace. Hikone, anata-sama to deatte irai. Takawazu.
Newie heeft een aanbieding gekregen voor Aston Martin. Dat zou wel een aderlating zijn voor Red Bull. Zeg hunting season voor de andere teams. Ja, het is zeer onrustig natuurlijk ook, hè. Ja, deze game lijkt me ook veel toegankelijker dan Wolong en Nio. Dat is precies de reden waarom ik dit ging spelen. Was echt om te janken. Is dat inmiddels al opgelost, Black Dog? Zo erg, ja? Ojo, was je mijn kibarukini? Save Princess Atsuko. Zit daar een ninja te loeren? Moet hij daar blijven zitten of? Kom hier. Die andere vijanden moeten ons niet zien. Nee, 9 april is dat, Kaien. 9 april. Wie hebben ons gezien dan? Zaten mensen naar ons te loeren? Komt maar. Hop. Zit er nog? Kijk, die rammen kunnen maar even die andere kamer in. Dan horen die anderen dat natuurlijk niet, hè? Dit hoor je niet. Wolong heb ik echt over sommige bases 6 uur gedaan. Daar kan ik me echt niks voor voorstellen, man. Daar ben ik al lang afgehaakt. Dat kan ik echt niet. Zo lang een baas doen, dat kan ik echt niet. Volgens mij het langste wat ik ooit aan baas heb gedaan is 1.5 uur of zo. Rise of the Ronin versus Ghost. Voor mij Rise of the Ronin, man. Ghost is gruwelijk. Maar is meer een Sony third party third person action adventure. Cinematisch en shit. Dit voelt meer als een videogame. If you catch my drift. Okay, blijf rustig voortgang maken. Ja, precies. Ghost is meer mainstream, meer polished. Ik denk dat de meeste mensen Ghost leuk vinden. Ik vind allebei leuk hoor. Maar als ik moet kiezen, deze. Dat hoort hij natuurlijk niet, hè. Ik moet trouwens even naar mijn equipment kijken. Ik kan me voorstellen dat ik inmiddels wel wat vette equipment heb verzameld. Daar zal wel een formidable foe zijn, denk ik.
Misschien even hier eerst nog kijken. Oh fuck, jammer. Jammer. Zie, ik heb niet altijd de timing goed hoor. Hier ging bijvoorbeeld gruwelijk mis. Die ene inlokken dat je sprinter die kill kan maken, dat heb ik ook inderdaad ook nog niet. Sekiro of Ronin? Voor mij Ronin, maar dat is vooral omdat Sekiro gewoon te moeilijk is voor me. Ik bedoel, Sekiro fucking gruwelijk, maar ik vind het te moeilijk. En gewoon moeilijk dat het frustrerend begint te worden, ja, en daarvoor speel ik niet een game. Uitdaging prima, graag zelfs. YOLO! Wat? Oh, ik wou net zeggen, waarom was hij niet stunt? Dat is pik, dat is niet best. Maar hij ook. Is hier. We zijn nog steeds geen formidable foe tegengekomen trouwens. Ik zou niet weten waar ik moet zijn. Ik ben inmiddels wel een beetje mijn oriëntatie en de weg kwijt. Ik denk niet dat je zo makkelijk Sekiro kan zeggen. Ik denk dat het voor heel veel mensen absoluut niet zo is. Voor heel veel mensen is Sekiro absoluut niet de betere keuze qua game. Voor mij is dat bijvoorbeeld niet de betere keuze. En ik speel toch regelmatig graag een videospelletje. Oh my god, lul. Oh fuck! What? Hoe de fuck gebeurde dat? Nog steeds geen formidable foe, hè? Maar als je dood bent gegaan, kan je niet meer met je eigen character spelen. Is dat nu het ding? Ik heb dit nog niet eerder gehad namelijk, dat ik niet meer kan switchen tussen... Oh shit, ik zit gewoon verkeerd te kijken. Ik dacht dat je met de pijltjes cyclede tussen de characters. Maar ze hebben gewoon hele specifieke dingen. Ja, snap het nu. Wat doet YouTube vervelend dan? Ja, oké, fair enough. Daar ben ik met je eens van, blijkbaar.
Hoe is de PC-poort van Sekiro? Wat ik zeg, ik ben er dus serieus aan het overwegen om die game te gaan spelen. En dan wil ik denk ik wel gewoon de PC-versie spelen. Voor From standaard, voor From Software standaarden niet verkeerd. Oké. Okay. Betekent dat ook nog steeds gewoon niet goed? Of hier is onze eerste formidable foe. Hij ziet er ook wel formidable uit, moet ik zeggen. Ai! Nee! Doe dat niet! Dan moet ik dit met je doen. Oh, ee monja. Ja, draait hij goed op de Steam Deck? Hij heeft wel een keer bufferen, maar het ligt aan mijn kant hoor. Ah, oké. Okay. Ja, het kan wel zijn. Wat ik merkte is, als je streamt, hij pakt de bitrate die je stuurt. Dus als ik zeg maar in de 1440p stream, maar met een bitrate van 50... Dan heb je 50 down nodig om die stream te kunnen kijken. Het draait heerlijk. Zelfs op 60 fps of 30 Steam Deck. Waarom staan we zo? Nou, om heel eerlijk te zijn. Ik wil eigenlijk al even hier een screenshot van maken. Voor de volgende thumbnail. Hey. Dit is zeker niet de laatste keer dat we deze game gaan spelen. Ik heb alleen geen idee waar we naartoe moeten, jongens. Mij steady 60, misschien zelfs 120. Wat? 120 niet op Steam Deck, ga weg. Als het steady 60 is, ben ik al tevreden. Als ik gewoon max settings kan spelen op PC, 60 fps, fine. Echt geen probleem. Jesus fuck, het zijn echt veel enemies nog, man. Misschien via die andere kant gaan. Dat deze papi zich omdraait. Of te dichtbij komt. Whichever comes first. Ja! Impressive, dankjewel. Yeah.
niet te dicht aan die kant komen. Daar zijn een boel enemies. Nou, het is wel een groot verschil bij zo'n game of die 60 fps draait op Steam Deck of niet. Want dat vind ik bij een Sekiro is wel een soort van, ja, een dealbreaker als het niet zo is. Bij Sekiro is vooral een hele stabiele framerate ook heel erg belangrijk. Dat is de... Wat is de dingen? Deze kant blokken. Zodat die gasten op de bruggen niet zien. Maar het lijkt eigenlijk. Jezus, ik krijg wel, pak wel echt veel te veel damage nu in de keer hoor. Die move is zo nice. Als je naar achter loopt, hup, en dan doet hij nog die één stap naar voren, bam! En dan die counter spark. Dan word ik een beetje nat van in mijn broekje. Okay, so far so good. We komen er wel. Ah, nee, waarom mislukt die shit nou? Dit is echt zonde, man. Oh, dit is een hele nice. En ook wanneer je die shuriken goed weet te parryen. Ik ben gewoon doorgrondig, Cosmar. Ik ben gewoon doorgrondig. Dat is een mooie woord. Laten we het daarop houden. Kijk, hier zijn er nog een paar. Er zijn nog een paar van die smeerlappen. Maar eigenlijk dat ze me niet zien. Zo doen we dat. Ja, daarom. Ik begin steeds meer te kriebelen om Elden Ring met een samurai te gaan spelen. Maar dan heb je geen shield, toch? Volgens mij gebruik ik die shield ook helemaal niet zoveel, maar... Het voelt alsof dat wel belangrijk kan zijn. Nou, dat is onze laatste formidable foe, denk ik. Ik denk dat dat wel een zekerheidje is. Otorika. Otsuhime me. Yamato-kun.
Okay, die andere guys hebben het al geneukt. Top. Holy shit, dat is een Blue Demon. Hak hem niet door. Nee! Zijn het er nou twee? Lijkt het nou zo? Hij hield ook! Fuck off! Ja, ik kan niet eens fucking dingen eten, man! Ik zou ook niet meer redden, denk ik. Het zijn er echt twee. Fuck, hij is ook dood. Ik ben dood. Fuck. Jikkuri erande kudasai yo. Laten we eerst even kijken of we niet beter equipment hebben. Ik heb al lang niet meer gekeken. Nou, dat valt er reuze mee. Kijk, hier al wel. Ja, oké. Okay. Ja. Er is nog niks. Oh my god. Dat is niet wat ik wil horen, man. Ik heb zo genoten van deze game tot nu toe. Dat wil ik helemaal niet horen. Kijk, wat voor vette shit hebben we nog meer.
Okay, deze. Fuck it, laten we deze ook gewoon proberen. コーヒーにじっくり選んでくださいよ。 Twee van die matchless monsters. Waar zag je dat? En dan? Wat is nu het voordeel daarvan dan? Ik heb twee nu daarvan equipped. Maar ik zie niet een boost in dingen. Ja, moet je doen, Melomy. Moet je doen. Nou, ik ga nu even die wapens upgraden. Voor in hoeverre het kan. Nee. Upgrade. お安いご用で That's good. That's in your reach. お安いご用で どう使うか 見物です。 Fuck it, we gaan gewoon proberen. Ik ben wel heel snel dood nu. Oh shit, ik heb er dan maar één van. Powerful shit. Waarom kan ik niet 10 van die fucking medicinal pills bij die gast kopen? Wat is dat nou? Waarom kan dat niet? Redstone even. Of had ik die al? Nee, dat ik niet. Nee, dat zijn die healing elixirs. Ik heb het over medicinal pills, daar kan je er toch 10 van dragen. Don't.
Hey, helpen die anderen gaan zo nog mee, of? Fuck! Wauw. Dit was tot nu toe echt de meest krankzinnige gevecht wat ik hier heb gehad. Oeh. Zweethandjes. Damn. Warm? Yo, een hele fijne avond, Kusmar. Doe rustig aan, kerel. Tof dat je er was. En nog veel plezier met de game. Nu de nezumi domo wa hodo naku oiharaeru ka to. Gokuro. Tehatsu dori ja no, Ookubo. Isogi, o mimi ni iretaki koto ga. Rocky, je maakt me angstig, man. Nan ja to? Niet cool, man. Je maakt me angstig. Drie tegen één, niet eerlijk. Ik weet niet of je zijn move zag. Hij werd ineens ook 3-4, man. Hij deed die Naruto shit. Yo, laat ik aan. Heel veel succes met je beeld, jongen. En we zien de foto's wel verschijnen in Discord. Maak er ook even een paar tijdens bouwen. Ik kan ze zeker niet makkelijk op hard spelen. Zeker niet. Zeker niet. Ja, en geniet er vooral van. Vooral dat, ja. Ik ben daar stront jaloers op je, hoor. Dat ik die van mij nog steeds niet heb kunnen bouwen. Koreyori Satsuma wa sonata to saigo ni makaseru. Shikoshi. Dit lees ik als saigo mo mata jakuhai. Tono naki ima. Saigo no koto wa sonata ga ichiban wakatte oro. Tagai no tarinu tokoro o oginai. Satsuma wo sasaete itte hoshi. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, Blackjack. Sewa ni natta. Nou, we gaan het zien, Rocky. Ik ga het niet voor mijn best doen. Ik bedoel, ik zit in deze game.
なんじゃそれは。お前にすら里姫という立派な名前があるというのに。Dat kan je ook gewoon zelf doen. Je hoeft niet altijd het smijschokken aan het werk te zetten, hè? Kan je ook gewoon zelf doen, Kaien. 落ち着いたらゆっくり話をしてみたいものじゃ。Mensen moeten voor je googlen, andere mensen moeten voor je de PC in elkaar zetten. Nou moet Smash weer dit gaan doen. Hè? Doe zelf eens een keer wat. Moshiwake gozaimasen. Masaka Atsuhime-sama ga asoko made kikiwake ga warui to wa. のお主は独断専行が過ぎるな。だが、これは何時間ですか？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 何時間ですI got my ass handed to me door die gast, hoor. Strengthening your faction bond with the given base will increase the number of items available to you by the blacksmith, the apothecary, denk ik, and trader of the sea at that base, and will reduce the number of coins and silver coins needed for you to pay for them. You can view your faction bonds. Yeah, okay, cool. いかがいたしましょう。いかがいたしましょう。Toxic whetstone, ja, die hebben we niet echt nodig. Deze shit. Kijk, dit zijn healing elixirs. Het is wel iets anders als als die medicinal stuff. Oké, dan kan je het zelf doen. Ik heb zoveel van deze shit, jongens. Echt. En ik had laatst al eens grote schoonmaak gedaan, hè. En nu, hoe kan ik het verkopen ook weer? Zo, confirmed. Yarokonde. Ik krijg er ook geen ene reet voor, hoor. Echt, het is echt heel nep. Maar alle groene shit kan je wel gewoon weggooien, toch? Daar heb je niet zoveel aan. Neem ik aan. Ik heb echt werkelijk waar geen idee. またどうぞ。Wie begint op tomorrow te lijken? Ik? Tomorrow is wel keihard in Nelvering. 43 uur, 56%. Maar wel wat side missions gedaan, maar niet veel. Ik heb veel side missions gedaan. Ontmantelen, niet kopen. Oké, ontmantelen. Ja, laten we eens ontmantelen dan. Hoe doe je dat? Hoe doe je zo'n mantelen dan? Oh, bij een smid. Kan je het gebruiken voor upgraden. Ah, oké. Cool. Dat is een goede tip. Oh ja, Kaien. Ja, ik begin inmiddels een beetje te twijfelen. Of Kaien zichzelf onderschat. Of dat hij gewoon heel erg lui is. Daar ben ik nog niet over uit. Donna Yorai. Ja, dat kan haast niet anders blijkbaar. Disassemble, oké. Receive materials, oké. Nou, we hebben meer dan genoeg stof. Dus we beginnen bij de spears. Dit is een goede spear. De rest kan allemaal fucking weg. Behalve de gouden shit, denk ik. De non-lethals wil ik ook nog wel even bewaren. Hier hebben we ook al sterker van. Zie je dat? Dit zijn de Odashis.
Kijk hoeveel fucking shit ik heb. Het is echt niet oké. Okay. Ik vind dat je er vrij weinig voor terugkrijgt, om heel eerlijk te zijn. Saber, nou bewaren we daar één van. Ik weet het toch niet mee, maar... Might as well, hè. Het is vrij weinig wat je ervoor terugkrijgt, hoor. Ik vind het tegenvallen. Kunnen we in ieder geval tot dit nog upgraden? Doen we gewoon. Ik pak nog even wat drinken, jongens. Ik doe precies ieder uur. Pak ik even een drankje. Het is heel belangrijk. Om vocht in te blijven nemen. Zeker op deze bloedhete dagen. Ik ben zo bij jullie terug, jongens. Ik moet wel meteen upgraden. Ik wil zo snel mogelijk zo sterk mogelijk zijn. Bepaal ik zelf wel, ja. Taka-san ga nou naar de kono. Oman mo kiechoru jaro. Washi no atama no naka. Sono koto bakari ga kurukuru meguri yorun ja. Yokohama de onto irai. Ani hito ni wa iroiro sewa natta. Miyazaki yūkaku de no donchan sagi wa tanoshikatta ze yo. けど、なんとも。ただの芸者でないのには気づいちょった。ふみさんを逃がすため、危ない橋を渡ったことも。あん人は、それが正しい力を得たき、腹をくくったんじゃろ。見た目は細くとも、立派な肝を据わったお人じゃった。日本のために何かしようと思うんなら、 わしもあん人に負けんぐらいの覚悟が必要じゃろ。現在は早速別の企てを進めよるようじゃが、わしは一旦頭ん中を整理してみるき。おまんはタカさんの墓に参ってきたらどうかい。ちょうどこの西宝寺にあるきの。西宝寺。 Dit is wel echt een sikke omgeving trouwens. Misschien nog wel de mooiste die ik tot nu toe in game heb gezien. Maar het is wel duidelijk dat ik meer open world stuff moet gaan doen om zo sterk mogelijk te zijn. タカの知り合いか。タカに手を合わせてやってくれ。寂しいか。
En welke god bidden ze eigenlijk? Is iemand die dat weet? Ik wil zeggen, in het nieuwe gebied is de framerate is wel wat gekelderd. Het is wat meer onregelmatig, laat ik het zo zeggen. Genzui no kuwadate ga sassoku katashi ni nari sou iu hanashi ya.声をかけた連中が集まるまで待つよう言われ。パナセンアテイスト。ショーインさんの手紙を託されてから。現在は新しい日本を作ろうち奮起してやんて、オーガーを押すピルトに一本まで、だ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 、
Ja, ik heb hem ook op performance staan. Iemand adviseerde hem op raytracing mode te zetten. Dat dat een stabielere 60 fps zou zijn dan de performance mode. Maar dat was absoluut niet zo. En de game zag er nog kutter uit ook. あんたはいつも間のいい時に顔を出すな。おお、大したもんじゃのう。皆、まずはここに来てくれたこと、礼を申し上げる。我らは故郷も違えば、志も食ってきた釜の飯も違う。それどころか、家康公の御代には争ったこともある。そんな我らが しがらみを捨て結ぶことができたのは松陰先生のおかげだ。弾圧にあえぎ、鎮賛をなめた者たちの仇、そして多くの者たちの無念を今こそ晴らす時だ。我らの手で義の赤鬼めに 天中を下す。妖怪？What's your guy? I like Master Tatsu. Can you be Tatsu? Is it the Master Tatsu? Hey Ricky. Hele goedenavond, man. Was lekker. Ben je inmiddels een beetje bijgekomen van het nieuws? Is de rust wedergekeerd? Volgende seizoen ook, of niet? BBF, hele goede avond, man. Come on!
game lijkt nu wel goed op gang te komen, hè? Geen idee, ik heb de game nooit gespeeld. Oh, fuck. Ik moet echt beter op mijn stamina bar letten. Ik ging me maar niet meer reviven, dat was ook niet echt nodig. Sneeuw ziet er wel echt fantastisch uit, zeg. Nogmaals, het is geen looker deze game, maar het sneeuw is top. Ja hoor, Rikkie, daar had ik me al op ingesteld. Ja, heb ik niet nodig, Rocky. Extra challenge, man. Extra challenge. Nee, ik vergeet gewoon net uit. Hij kan range attacks doen? Okay, die parry mislukte. De tering, man. Wil ik ook niet even chill? What? Get you off!
じっくり選んでくださいよ。お安いご用で。Kills zijn veel te vaak sterk, man. Wat is deze fucking difficulty ramp in één keer? Ja, dat is allemaal. Vond je het niet genoeg? Ik zie me hier... niet zo heel snel winnen om heel erg te zijn. Ik hoop dat we hier nog uit deze missie kunnen. Om uiteindelijk dan wat sterker te worden. Terug te keren. Je kan het ook multiplayer doen trouwens. Dat heb ik nog niet eerder gedaan. Kasikomarimashita. Ja, sorry Sintank. Ik heb daar geen knopje voor op mijn streamdeck meer staan. Spijt me. Maar bedankt voor die 7500 punten. Ja, ja, je kan een pistool als subweapon hebben. Dat kan. Veel sneller. Is er nog een reden om die gouden shit aan te houden? Ik bedoel, ik spaar ze elke keer op. Dan, oh, liever niet die. Ik weet niet of dat complete fucking bullshit is.
wapens die ik nu aan heb. Dan qua looks. Ik weet niet of ik dan de look ook kwijtraak. Of is dat deze? Ik heb geen fucking idee. Die? Nou, wacht, ik laat die dus maar even zo. Laten we de rest ook maar even zo. Looks blijven? Oké, dat is good to know. Nogmaals, die gouden shit wil ik niet wegdoen. Ik heb nu aardig wat shit ontvangen dan toch? Upgrade! Wat kan ik zien wat ik allemaal equipped heb? Deze heb ik equipped, 209. Oké, okay, we kunnen aardig wat levels omhoog. De 3 doen. Wellicht. Deze heb ik aan, Matchless Master. Laten we deze ook maar upgraden dan. Daar laten we wel even wat het is. Waarom kan je normale medicinal pellets niet kopen? Dat is weird, man. Ik heb bijna geen money meer. Het gaat echt heel slecht. Dus. Oei. Equipment moet ik ook goed zetten. De items namelijk. 4, 3. Ja, ik zeg je heel eerlijk. Ik weet het ook niet zo, man. Whatever. Maar mijn grote zorgen.
Ik kan meteen door naar de bossen hier, maar ik moet eerst even goed voorbereiden. En hopelijk zoveel mogelijk medicinal pellets. Maar die zijn er niet. Nee, daar ligt nog een. Gentleman's gloves. Fuck off. Ja, Brulok. Goeiedag, man. Dat zijn mijn kut. Deze fucker is echt veel te sterk, man. Bullshit! Dit is zo bullshit! Ik kan gewoon niet healen! Fuck off! Zo fucking bullshit! Ga weg! Ah, gast, hij sprint er langs. Camera werken, shit. God, jongens. Ik heb het met je gehad. Hey.
Oké. Dit was het meest intense gevecht wat ik tot nu toe heb gehad. Oh my god, zeg. Butterfingers af en toe, ja. Oh, maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen.安政7年3月、大老井伊直弼は桜田門外にて討ち取られた。 Dit was persoonlijk. Atsura, shodan wa toriyame datte iyagattan da. Sore de otonashiku nonda no ka? No to itte miro. Katana de kirare kare. Dare da kimi tachi wa? Maar jullie moeten opstaan uit het land. Kakugo! Nee, maar Brulok, je kan hem ook op easy mode spelen als je wil. Maar Stellenblade is ook een hele vette game. Ik denk dat ik dit steltje vetter vind dan Stellenblade. Maar... イギリスの台頭が始まろうとしていた。 桜田門外の変により幕府に大きな打撃を与えた草加源氏らは 落ち着け、落ち着け。いい子だ。 Zeker weten, Ricky. Zeker weten. Zeker vanwege de multiplayer en de manier waarop je kan levelen in de game, is het denk ik ook de meest toegankelijke Souls-like game. Oh nee, ik heb hier niks met bugs en problemen gehad in de combat hoor, Brulok. Dus als dat niet het probleem is, dan is dit top. Hij is ook heel dik. Skyhard. Hoe bedoel je, Black Drop? Qua story. Hey, ik heb de daimyo attire. Zijn we ook een soort van daimyo inmiddels? Even kijken.
liberating enemy areas. A given locale may have allegiances to either pro or anti. Ik ben anti. Deepening your bond with the enemy with an enemy territory will allow you to liberate it in the future. Liberating locales will significantly strengthen your Ronin faction and local bonds. Oeh, kijk. Blauw is dan neutraal, neem ik aan. Oh, dit zijn level 19 shit inmiddels al. Ja, dit is allemaal wel veel hoger dan de Yokohama. Hoe keer ik nou terug naar Yokohama? Ik ben ook geen goede gamer, Ricky. Gewoon doorzetten, man. Gewoon doorzetten. Ik ben ook geen goede gamer. Ja, maar Sekiro is zeker als je absoluut geen Souls-speler bent en je wil je voor het eerst aan wagen, die barrière is te hoog, man. Ik zou dat niet zo 1, 2, 3 aanraden aan mensen. Oh, trouwens, ik wilde de equipment pakken inderdaad, want we hebben... Deze hebben we equipped. Master Strategist. G-Attack 4.5. En dit zijn wel een boel... Maar deze is wel goed hoor. Nou, laten we die maar kiezen. Dit keer. Dit is de sterkste die we hebben. Nee, dit is deze. Ja, laten we die maar even daarop staan. Oh, die Daimyo shit. Master Strategist weer natuurlijk. Ik denk wel dat ik deze dan pak. Dat is een Mighty Warrior. Alles level wel echt veel lager. Fuck it, we gaan gewoon door. Demon's Souls, Elden Ring en Dark Souls 3 echt veel beter te doen dan Sekiro. Daar ben ik nog niet doorheen gekomen. Ja, dat geloof ik op zich ook wel. Demon's Souls heb ik even gespeeld. Niet uitgespeeld hoor. Dus daar ga je me absoluut niet verkeerd. Maar die vond ik op zich nog wel aardig te doen inderdaad, ja. Maar dit tweede gebied is wel echt fucking veel lastiger dan het eerste gebied, man. De tering. Dat had ik niet verwacht. Zullen we deze public order level 19 eens proberen? Oh, dat is... Hey, public order. En deze is groen. Vermoord ik dan een anti-shogunate of help ik de anti-shogunate? Want dit begrijp ik dan even niet zo heel goed. Kom op, we hebben je nodig, jongen.
Ja, dat weet ik, maar als ik dit doe, vermoord ik een anti-shogunate guy of help ik een anti-shogunate guy? I need to know, man. Ik kan het niet verkeerd doen. Kijk, defeat the thugs. Als ik het zo zie, dan zou ik zeggen dat het anti-shogunate gasten zijn. Wat eigenlijk mijn matties dus zijn. Het is veel te lang voordat je antwoordt, Rocky. Daar kan ik niet op zitten wachten. De andere is in ieder geval neutraal. Een soort van. Even deze aaien. Oh, wat je daarvoor deed heeft geen invloed. Ah, dat is een beetje immersion breaking. Jammer. Vijf enemies in totaal. We're now able to activate the Chi Blaze. Activation of this technique will require charging your Chi Blaze gauge with attacks or counter sparks. Nog eentje te gaan, maar dat is wel de formidable foe, zeg maar. Hoe de fuck kan hij mij zien? Dat is normaal, joh. Death from above doen. Nee.
He's nice. Maar trouwens, volgens mij heb ik ook inmiddels wel aardig wat... skill points die ik weer kan besteden. Heb ik eventjes niet naar gekeken. Ja, het is bizar dat dat andere ging geen ultra wide support heeft, hè? Echt debiel. Wordt er hoort er toch gewoon bij, zou je zeggen. Gelijk al meer dingen vrijgespeeld. Oké, dit is een future diff. Dirty money. Laten we eerst even naar deze shrine gaan. Waar is de shrine? Daar. Dit was zo stupid. Dit was zo stupid. Oh my god, wat was dit stupid. Ik had hem echt easily. Ik had hem zo easy. Dat ik stoer begin te doen met... Ik ga me niet healen. Ik heb hem. Ik heb hem. Dat is de reden waarom ik dus dood ben gegaan, hè. Ik wilde niet healen. Godverdomme. Nou, dan gaan we nog een keer proberen. Payback is a bitch. Dat laten we nou niet over onze kant gaan natuurlijk. En als jij nou deze crispy as fuck 4K stream zit te kijken op YouTube. Vergeet dan niet even te abonneren. Of dat duimpje omhoog te doen. Daarmee support je de stream, kost je niks. En je maakt mij er heel erg blij mee. Thanks, gast. Ja, goed dat je het zegt. Ja, I know. Ik hou er niet van om het te blijven zeggen. Maar het werkt. Voor de Coast Gang, inderdaad, yes, zeker. Thanks man. Shh.
しゃあ、盗賊に金を取られちまった。身売りした娘を取り返すために集めた、なけなしの金だったのに。Kijk. Ja, Pikregel. Dankjewel voor die sub. Appreciate it. Althans, sub. Follow op YouTube, moet ik zeggen. Het is verwarrend als je zegt sub. Ik dat... Sorry, taksan da. Musume o tsure modosu tame ni wa, ano kane ga hitsuyou nan da. Anta, kane o torikaeshite kite kurenei ka? Precies, Jiminy Cricket. Nu de OLED G834 inch. Alleen het lijkt me ook heel sexy om die MPG... Is dat die van MSI? Die QD... Oh ja, van MSI. Ja, die heb ik ook op het oog, man. Maar ik heb al een ultra-wide monitor, dus ik denk... dat ik voor een 32 inch 4K OLED ga. Ik weet het nog niet helemaal zeker. Maar dat is wel waar ik nu richting neig. Zeker ook omdat ik, zoals vandaag... veel console games ook nog wel speel. Blijf maar alles plukken hoor, wat we tegenkomen. Ik ga op een gegeven moment ga ik twee verschillende streaming setups hebben, Sorees. Eentje hier en eentje in Rotterdam. En lijkt het me, ik weet niet, ik vind het een beetje zonde om twee ultra-wide monitors te hebben. Snap je wat ik bedoel? Yo, Blackjack. Rustig aan, kerel. En eet smakelijk alvast. Tot de volgende. Morgen dus de Xbox Retro stream, jongens. Er niet uitzien? Hoezo zien ze er niet uit? Want ik vind de games zien er prima uit op mijn ultra wide hoor. Dat is absoluut het probleem niet. Shit, er staat weer zo'n Wolverine guy in het dorpje. Daar word ik niet vrolijk van. Ja, balken. Ja, oké. Okay. Nou, ik vind het niet eens zozeer vervelend. Ik bedoel, nou, of je nou echt een tv-rand aankijkt of balken, ja. Daar heb ik niet zo last van. Zelf ook poison. Hoor het geluid dan. Hè? Huh? Wat? Die volg ik niet, Ricky. Wat? Hoe werkt dat? Goed gedaan, toch? Yo, what's up, Jojo? Alles lekker, man.
Oh. Yeah. Okay. Nog drie enemies, waarvan één formidable foe. ...42-inch OLED van LG. Ja, dat is het ding van... Je gaat uiteindelijk voor een grotere tv in de woonkamer, 65-inch. En die tv is perfect om op te gamen. Echt. Als hij niet 55-inch was geweest, dan had ik die als gaming monitor gebruikt. Maar 55-inch is echt veel te groot. Echt veel te groot. Yo, thanks voor die follow, Sput. Twee te gaan, we hebben één formidable foe en we hebben een boekweer. Dat is mooi. Mooi mensen, ik ga even lekker pizza eten. Vrouw is chagrijnig, dus heeft geen zin in gezond vreten. Hele fijne avond man. Rustig aan en sterkte dan. Heel veel sterkte. Ook ananas op pizza is prima hoor. Laat je niet gek maken. Dat ik die geperfect parried had. Deze guy, ik kan hem gewoon niet perfect parry hoor. Ik weet niet wat de fuck dit is, maar... Toch blijven proberen. Maar we hebben hem in ieder geval. Matrix 5? Oh my god, echt waar? Oh, let it go man, let it go. Echt, ze hebben al die hele fucking legacy van de Matrix zo opgefokt met de Matrix Resurrections. Het was echt verschrikkelijk. Het was echt verschrikkelijk. Ik ben zo'n enorme fan van The Matrix. En dat was zo'n gedrocht van de fucking film. Oh shit. Waarom de fuck doen ze dat? Ja, zeker een onderschat spelletje. Absoluut, absoluut. Ik kan me dan ook niet echt vinden in de lage cijfers voor deze game. Ja, er valt veel aan te merken op deze game. Maar dan ga je een beetje voorbij aan het feit wat deze game zo fucking vet maakt. Snap ik heel goed. Koos, die 10 euro per maand aan jou is voor voorlopig nog de beste aankoop van 2024. Ja, dat vind ik super tof om te horen, Frank. Ik heb alleen wel slecht nieuws voor je. Ik moet er vandoor. Ik heb precies nu 4 uur op de teller staan. Hartstikke mooi natuurlijk. Gezellige stream ook geweest. Maar ik ga nog naar Rotterdam zo, jongens. Ik ga om 8 uur de trein pakken. Maar moet daarvoor ook nog even uiteraard mijn spulletjes pakken en shit. Wacht op de PC release van Rise, ja. Ja. En anders kan je nog aan de slag met hoe heet het? Ghost of Tsushima, 16 mei. Iets meer dan een maandje nog. Dan kunnen we daar los mee gaan. Voor nu ga ik er vandoor. En als je dat nog niet had gedaan, Frank, geef even dat duimpje omhoog op YouTube. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even. Thanks voor de gezelligheid, guys. Thanks voor de support. Appreciate it. Morgen zijn we er dus weer met de Xbox Retro Stream. Je ziet hem misschien daar al. Ik zal hem even erbij pakken.
Je ziet hem hier al staan natuurlijk, hè. Want hier zat een hele grote Xbox Series X. Maar... deze baby. Deze pakker. Er zit wel iets los in. Ik weet niet of je het hoort. Er zit wel iets los in, maar... hier gaan we op gamen. Dus dat. Ik heb echt een shitload aan klassieke Xbox games. Echt een shitload. Er is geen woord aan overdreven. En die gaan we gewoon lekker checken, jongens. Ik hoop dat deze het doet. Want er is dus iets afgebroken aan de binnenkant. Ik denk echt dat het gewoon een schroefje ergens of iets is. Is dat de Xbox die je van je etensgeld hebt gekocht? Nee, nee. Dat is deze. Wacht even. Even wachten dan. Dat is deze. Dit is de originele, de OG die ik heb gekocht van mijn vakantiegeld van mijn ouders. Die me 400 gulden gaven om in Nederland te blijven. Terwijl zij naar Zuid-Frankrijk op vakantie gingen. En dan kon ik gewoon eten daarvan halen en nog wat leuks doen. Dat is deze. Maar dit is degene waar we op gaan gamen. Dus want deze disk drive gaat niet zo heel lekker meer open. En deze als het goed is wel. Dus dat gaan we morgen checken. Ze zijn echt loeizwaar. Echt loeizwaar. Vind ik ook stiekem een beetje vet eraan hoor. Maar dat zijn dus mijn Xbox jongens. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. En dan gaan we er een mooie stream over van maken. Dus ik denk dat ik een uurtje eerder begin. 6 uur in plaats van 7 uur. Ik wist niet dat Ajax... deze week door de week voetbalde. Dus ik ook niet van Vitesse. Daarom heb ik de Gran Turismo 7 League race moeten missen. Super kut, want het was op de Noordschleife. Super vet natuurlijk. Ah ja, het is wat het is. Guys, thanks voor het kijken. Nogmaals, tot de volgende keer. Love y'all. Bye.